het een déjà vu of is het vandaag toch echt 16 april 2023? Het is het laatste bij de première van, de reprise van The Bodyguard. Ik ga naar de Oscars en niemand helpt dat naar de kloten. Zeg, ik weet niet of jij het in de gaten hebt, maar daarbuiten lopen mensen rond die jou iets aan willen doen. Hoe voelen we ons? Ik voel me goed. We voelen ons blij en euforisch. Ik heb vannacht heel slecht geslapen. Nee. Ja, ik was heel gespannen. Ik dacht toch, oh, wat gaan ze ervan vinden? En mensen gaan er toch iets van... Ja, dat gaat gewoon, ja, is gewoon zo, hè? Precies. En mensen gaan vergelijken en zo. En, dus ik dacht echt zo van... Maar ik dacht van niet als. Blijf rustig. Adem door. Doe wat jij... Doe wat goed voelt en wat je kan. En meer kan je niet doen. Ik was zo benieuwd hoe jij deze rol ging aanpakken. Ik heb het nou eindelijk mogen zien. Ja, klopt. En we hadden afgesproken... Ik wou hem menselijk maken, toch? Kwetsbaar. Ja. Is het gelukt? Je had een lichte, ironische kijk op die rare wereld van celebrities om je heen. Ja. En je probeert je zo staande te houden met een milde, spottende lach. Ja, dat is mooi, mooi te spelen. In het gesprek zei je dat je midden in je zoektocht was naar die andere stem. Mm-hmm. Na dat rouwen moest je eigenlijk Whitney-stem zien te vinden. Ja. Inmiddels heb je hem wel gevonden, hebben we vanmiddag gemerkt. Ja, vind je? Ja, gelukkig. Ja, het is, ik heb hulp gekregen natuurlijk van Eva Wilms. En veel geoefend, veel gerepeteerd. En dan moet je echt dingen inderdaad loslaten van wat je kent. En trucjes die je altijd toepast, die ik altijd toepas bij een Tina bijvoorbeeld. Ja, moest ik toch echt gaan loslaten en andere dingen gaan doen. En ik ben blij met het resultaat. Ja, want het is bijna net als... Oscar genomineerde Austin Butler die Elvis heeft gespeeld. Ja. Die raakt zijn Elvis stem in het echte leven ook niet meer kwijt. Waar is jouw echte stem eigenlijk? Mijn echte stem? Ik weet het ook niet, Frans. Ik weet het ook niet. Ja, ik ga hem zoeken. Als dit voorbij is, na eind augustus, dan ga ik mijn eigen stem weer zoeken. Ja. Je moet natuurlijk een koppel vormen met Rachel. Ik vind dat erg geslaagd. Jullie zijn wel leuk samen. Hoe zijn jullie daar? Hoe hebben jullie elkaar gevonden daar? Ik denk ook, je gaat eerst met elkaar afspreken. Gaat kijken, viben we? Ja. Dat was ze. En dan ga je op zoek naar cadans. Je gaat op zoek naar een bepaalde dans in de tekst. En dat hebben we op een gegeven moment gevonden. En dat is bij iedereen is dat anders. En je moet dan het stukje Tariq en Niyasa vinden in Rachel Maron en... Frank Farmer. Ja. En dat hebben we gevonden. Maar hoe dat precies is gegaan, dat was gewoon een zoektocht tijdens de repetities. Was er niet gelijk hoor. Leuk om jou te zien weer. Echt waar? Ja. Anders weer, hè? Anders, ja. Ja. Zeker. Ja. Vertel eens. Vijf jaar geleden was je... acht jaar geleden was je al Nicky Maron. Ja. En je mocht het weer zijn. Ja. En dan neem je niet genoegen met je uitvoering van acht jaar geleden. Dat weet ik niet of ik daar geen genoegen mee neem. Maar ik ben als mens natuurlijk gegroeid. Er is veel gebeurd. En dus je neemt... Ja, weet je, ik zeg altijd, een rol is nooit af. Als je je laatste show hebt gespeeld, dan geef je het eigenlijk door... En dan maakt een ander het weer af. Het is een, en ja, nu heb ik hem weer even opgepikt. Ja. Dus het is nooit af, dus je blijft groeien. De climax op het eind. Kun je jezelf blijven als je ineens
torenhoog omhoog wordt getild ja. tijdens I Will Always Love You. Nou hè, jeetje, wat een moment. Ja, nee, het was heel fijn. Ik voelde echt dat mensen aan mijn lippen hingen, zeg maar. Dus op een gegeven moment was het lijkt me een soort van helemaal stil. Toen dacht ik, oh, dan kan je er ook een beetje mee spelen. Dus daar kon ik echt van genieten, zeg ja. maar, nu. Dus nee, het was niet zo eng. De grote klappen is natuurlijk het moment. En dat gaat precies gelijk met je armen, het licht en de drums. Goed, hè? Hoor jij iets in je oor? Zo van 1, 2, 3, Niassen? Misschien. Oh, nee, maar... Ik zeg niks. Nou, ik nee, wil het weten. We werken in deze show met in-ears. Ja, nee, ik heb hem niet verstopt. Ja. Dus daar heb ik wel wat hulp. Jouw huzarenstuk was toch wel jouw versie van I Will Always Love You? Absoluut. Ik ging heel hoog, toch? Je ging zeker de hoogte in. Ja, dat vind ik heel leuk om te doen. Ja, oké. Ja, ik geniet. Ja, ja. Ik heb hem al 2 keer gezien. Ik merk toch wel, de tweede versie was precies hetzelfde als de eerste versie. Dat verraadt een nauwkeurige voorbereiding. Nauwkeurig vals zingen. Ja. Nou, het grappige is, ik begin en ik denk niet ik ga vals zingen. Dus ik denk dat het vooral te maken heeft met de intentie die ik speel. Als de intentie goed is, dan kan het kloppen dat het inderdaad hetzelfde lijkt. Ja. Maar hij voelt wel altijd anders. Oh, oké. Okay. Ja. Ben je niet stiekem gewoon een hele goede zanger? Gaan we je in een volgend stuk niet de sterren van de hemel horen zingen? Ik kan wel beter zingen dan dit. Dat wel, maar of ik een hele goede zanger ben, dat laat ik aan stage over. Je meest opvallende verandering was helemaal aan het begin. Ja. Zodra jij merkt, jij zingt je Saving All My Love For You. Ja. Jij merkt dat je bow er is, waar je een oogje op hebt. Ja. En je gaat ineens stoerder zingen. Ja, ja, ja. Ik moest You're even, showing off. Even stoer doen. Ja, ik moest even die man eventjes... heel even, komisch. Ja, dat is toch zo. Vind ik ook heel erg leuk om te doen. Ja, en dan echt helemaal uit je stekker gaan, wat je normaal ook in een musical niet mag. Ja. En wat ik eigenlijk ook niet op die manier, als ik zou jammen, zou ik het ook niet op die manier doen. Het is echt vet overdreven, maar wel leuk. Junior! Hey! Alles goed? Wat hebben wij gelachen om jou? Ja, echt? Ja. Allereerst om je opmerking over neven en nichten. Maar nu hebben we gezien wat je eronder verstond. Ja, en nou, en ik hoop dat het leuk was, ja, inderdaad. Ja. Deze neef leed vooral een beetje aan ADHD. Ja, dit was wel een hele opgewekte neef, ja. Maar goed, wat was de gedachte achter deze Sai Specter voor jou? De gedachte erachter was eigenlijk dat het een gedreven PR-manager moet zijn. Die echt weet wat die wilt. En die echt... die gewoon weet wat hij wilt en daardoor ook heel erg gepassioneerd is en gedreven is in zijn vak. Wat ik een beetje sneu voor je vind, wat mensen niet weten of vergeten, dat Nicky Maron 3 fundamentele songs van het Whitney repertoire helemaal voor de rekening moet nemen. Oh ja, nou ja, dat vind ik dus ook. Ik vind het niet sneu, ik vind het fantastisch om te doen. Ja, natuurlijk, maar daar moet je meer respect voor krijgen. Oh, dat vind ik ontzettend lief. Ja, maar het is... Het is heerlijk om te doen. Ja. En wat ik heel belangrijk vind, ook aan die nummers, is dat je het echt zingt. Ja, behalve in Saving All My Love, want dan ga ik eventjes, dat is dan acteren, zeg maar. Maar dat ik niet probeer nog meer friemeltjes eraan te doen, maar dat ik me echt puur aan de noten probeer te houden. Dat is eigenlijk best wel een ding. Ja. All At Once was een van de hoogtepunten van de middag. Ja, dat vond ik wel een heel mooi nummer ook. Ja, ja, geweldig. Dankjewel. Deze versie is dat jij een old couple vormde met Frank Beurskens. Ja, ja, dat is inderdaad ontstaan tijdens de... Ontstaan? Dat is ontstaan tijdens de repetities. Okay. En we vonden... Want in de eerste scène heb je eigenlijk het contact tussen mij en Frank. En ja, we vonden het zo leuk dat we eigenlijk hebben gevraagd aan de regisseur van... Hey, kunnen we daar niet echt een dingetje van maken? En dat is... En Carlien zei ja. Die zei ja. Ja, eerst wel even kijken of het echt wat is. Ja. Maar ja, het was goedgekeurd. Ik heb erg genoten van je carrière. Vooral je opleving sinds 8 jaar geleden. Daarna kwam On Your Feet. Het ging alleen maar omhoog. Mamma Mia. En wat hoor ik nou? Dit is je laatste rol. Je gaat met pensioen. Nou, wat krijgen we nou? Nee, maar dat roep ik altijd. Ik voel me genomen, Noorlaan. Nee, maar dat eigenlijk toen de bodyguard... was ook helemaal niet de bedoeling dat ik 8 jaar geleden de bodyguard ging doen.
Dus ik zeg nooit meer nooit. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik ben nu wel bezig met een heel mooi, ben ik heel erg trots op, de Artist Academy. Ja. Waarin ik dus jonge artiesten coach en waar ik mooie dingen mee maak. Dus ik zal ook nog wel voorstellingen maken. Als er iets heel leuks op mijn pad komt, doe ik het ook. Mm-hmm. Ik zeg nooit meer nooit. Nee, vind ik ook. Want het is heel mooi dat je je gift doorgeeft. Ja. Maar geef je gift ook aan mij. Nou ja, graag, met liefde. Eén ding miste ik wel, een zingende junior. Ja, dat is wel jammer, hè? Dat is zo, ja. Op het eind een beetje. Op het eind een beetje, maar ja, dat vind ik ook wel jammer. Maar ik moet zeggen, kijk, met spel en de leukheid van de show wordt alles wel een beetje gecompenseerd. En in de toekomst gaan we heus wel weer zingen, hoor. Dat komt wel goed. Ik heb tot 27 augustus te wachten op jouw versie van I Will Always Love You. Weet je zeker dat je die wil horen? Ja, zeker. Daar heb ik toegangsgeld voor over, ja. Nou, dan moet het goed komen. We nemen geen afscheid. Nee. Maar allereerst, geniet de komende maanden van The Bodyguard. Nou, dat gaan we zeker doen. Let op, The Bodyguard met Noor Laila Karim. Onder andere. Dankjewel. Dankjewel. Je speelt hier om de hoek van mij, dus ik kom vast nog wel eens langs. Gezellig. Je bent van harte welkom, dat weet oh, je. Oh ja? Ja, tuurlijk.